gaan de komende maanden in gesprek met Rotterdammers. We proberen zo'n 10.000 Rotterdammers te bereiken om met hen in gesprek te gaan over de toekomst van de stad. Deze campagne is er puur op gericht om te kijken wat er nu leeft onder de Rotterdammers en waar zij over 20 jaar deze stad zien. Hun stad, Rotterdam, en wat vinden zij nou belangrijk? Het zijn eigenlijk twee vragen. Kort hoe mensen Rotterdam in de toekomst zien en wat het belangrijkste is wat er in Rotterdam zou moeten veranderen. Sommigen zijn ook heel persoonlijk. Die zeggen gewoon, ja, bij ons moet de lokale ijsbaan weer open of wat dan ook. Dus die antwoorden lopen heel erg uiteen. En iemand vond dat er pretparken bij de stad moesten om meer toeristen aan te trekken. Die vond ik wel leuk. Daar had ik nog zelf echt nooit aan gedacht. Wat vind jij nou belangrijk in de stad? Wat vind je mooi in de stad? En daar mogen mensen een antwoord op geven. Waar geef jij je geld uit de komende 10 jaar als jij erover zou gaan? En dan krijg je een heel rechtstreeks antwoord. En dat zijn we gewend van de Rotterdammers. En dat is graag wat we willen horen.